Zo, een hele goede dag. We gaan vandaag een oefening doen over hoe we van blokmodellen verder kunnen naar producten. Dus de eerste opdracht is eigenlijk dat als jullie modellen maken, schuimmodellen, het blokjes, ga je een beetje uitpuzzelen hoe het product opgebouwd wordt. Dat noemen ze de productarchitectuur en die moeten we veranderen naar iets wat op een echt product lijkt. Ja, wat ik altijd adviseer eerst, om te beginnen met zijaanzichten. Dus stel je voor dat dat onderwerp is een schuurmachine. En dat hebben we opgebouwd van meerdere blokken. En eigenlijk de bloktekening. De eerste wat we gaan doen. Zoiets. En dan stel je voor dat hier gaat verder, volgende blokje verandert naar een snoer. En dit wordt de schuurmachine, dus dit wordt de schuurpad. Zoiets, ja. En dan kunnen we nog aanpassingen doen. Een beetje dat de verhoudingen kloppen. Kun je hoger, lager, dikker, dunner maken. Volgens mij wordt het hier iets dikker. Ja, dus dit is de eerste stap. En dan zien we hoe we verder kunnen. Ik heb een idee dat dit wordt bijvoorbeeld een bolle machine. Dan begin je dan de vorm een beetje hier bol maken. Verander ik naar een ronde cirkel en hier aan de achterkant ook. Dan loopt het hier over. En alles wat een beetje vierhoekig, dat krijgt een beetje een bepaalde vorm. Dan kan ook hier hebben we een overgang. Dan gaan we afrondingen toevoegen. En wat belangrijk is, dat gaan we eerst bedenken wat je wil. En dan probeer heel duidelijke, simpele lijnen te zetten. Ja? Dus niet heel langzaam de lijnen overtrekken. Want dan krijg je een beetje lelijke, onzekere lijnen. Maar met snelle, simpele bewegingen. Stel je voor, dit wordt dan de vorm van onze productje. Dus een overgang naar de elektriciteitssnoer. En vaak die kleine details zijn de meest belangrijke, dat je product een beetje productachtig begint uit te zien. Ja, nou wat ik meestal gebruik, we gaan nu heel simpele schetsen doen. Dus we gaan alleen maar misschien twee grijstinten gebruiken, C5, C3, om een beetje een tintje te geven. En dan ga ik eerst altijd de buitencontour, dus geen binnenlijnen, alleen buitencontour, overtrekken met de grijs. En dit geeft meteen een beetje het gevoel dat het product een beetje volume krijgt. Ondanks dat het is maar één dunne grijze lijn. Ja, en wat belangrijk dat je met de marker ga je ook niet langzaam, maar gewoon met simpele, goed opgebouwde segmenten werken. Ja. Dus dit was de contour. En dan bedenken we een beetje een richting van het licht. Die komt waarschijnlijk een beetje van boven. En we moeten op ronde oppervlakken altijd, hebben we in vorige zes lessen geleerd, een beetje reflecties bedenken die het oppervlak zouden volgen. Bijvoorbeeld, ik bedenk hier een reflectie aan de onderkant. En dan doe ik het eerst met de C3. Dus dat ik hier een reflectie, niet helemaal tot de rand, een beetje daarboven. Dus het loopt niet tegen de rand aan. Aan de bovenkant zet ik asymmetrisch een dunnere reflectie. Dus deze komt van linksonder, dan deze komt van rechtsboven. En dit is de manier om dit soort producten een beetje volume te geven. En dan zetten we hier ook een reflectie aan de onderkant. Zo. En hier doen we alles aan de rechterkant een beetje. Hier een bredere reflectie. Ik heb helemaal tot de rand gegaan. Dat is mooier geweest om niet te doen. Maar nu is het een keer zo. En dan zetten we hier de onderkant nog eentje. Heel mooi. En dan gaan we terug naar de C5. Want dit is de eerste laag. En dan zetten we in de donkerdere kant van de reflectie. Dus aan deze kant een extra lijntje nog in. Hup, zo. En dan hier ook. En dan daar ook, ja. En dan zie je dat het is een heel mooie basisvorm geworden. En in eerste stap is het, raad ik het ook aan om niet te veel verder te gaan. Gewoon eerst al die ideeën op die manier uit te werken.
En daarna kan je extra details toevoegen. Maar ja, ik hou ook in het algemeen meer van minimalistisch productdesign. Maar ja, dan zou je kunnen iets bedenken dat je krijgt iets later, een latere stap. Ik maak hier een beetje ventilatiegaten. Dat doe ik gewoon met de pen. Nou, dat duurt te lang. Toch moet ik maar weer een beetje een vlekje inzetten. Zo. En eventueel hier komt een handtekening van de ontwerper op. Want die is een heel beroemde ontwerper, George. Ja. En kan je denken over eventueel andere verdeling van de onderdelen. Dat laten we gewoon hier de achterkant een beetje doorlopen. Nou, dan gaat het een beetje in de ventilatiegat, maar dat maakt nu niet zoveel uit. Het is alleen maar een idee. En dan de deellijnen een beetje accentueren. Verdelingen, ja? Nou, en als je wil eventueel iets van, moet je niet ingewikkelde schaduw bedenken, dit is, kan je zo abstract zoiets doen en dan ziet het er heel levendig uit, ja? Dan, dit is dan de zijaanzicht. En heel vaak, ik zie weinig genut om iets in 3D te tekenen, want je kan zo'n mooie 2D aanzichten ook doen, en dan kan je zelfs meer laten zien. Maar ja, er komt toch altijd een punt wanneer we richting de 3D werken willen. En dan daarom ga ik nu even een snel opzetje maken van de blokmodel. En de blokmodel kan je eigenlijk natekenen. Ik zeg altijd dat eigenlijk wat je moet nu opnieuw opbouwen op de papier. Dat is het te breed, dan kan je een beetje dunner maken. Je ziet ook niet dat je bang moet zijn dat je eventuele foute lijnen of correcties in je tekening hebt, want je ziet echter wanneer hier zit het ook vol met niet goede lijnen in principe. Wanneer je achteraf de kleurtjes toevoegt, dan verdwijnen ze eigenlijk een beetje in een soort van creatieve chaos. Ja? Nou, hier is dan onze blokje en dan hier komt een torentje waarschijnlijk. Zo zegt blokmodel uit. Ik vind het trouwens ook prima als je een foto maakt van je blokmodel. Dan ga je heel licht afdrukken en overtrekken. Vooral als je hebt een ingewikkelde model, dan kost het gigantisch veel tijd om uit te puzzelen hoe je dat zo goed in perspectief kan tekenen. En afgezien dat we zijn geen kunstenaars, maar ontwerpers, bij ons maakt de originaliteit van de tekening zelf, niet van het ontwerp, niet zoveel uit. Dus ik zeg alle middelen. Nee, de doel heilig. De doel heilig de middelen. Dus voor mij alle middelen zijn toegestaan als je maar een mooi resultaat krijgt, ja? Oké, dus hier is een beetje die basisvorm opgebouwd uit blokjes. En dan ga ik hier weer een bol in tekenen. Dit overtrekken aan de achterkant ook een bol. En dit loopt op een of andere manier over. En daar loopt het over. En hier gaat het over. Torentje. Die loopt weer deze kant open. En dan hier komt de onderkant. Ga ik een beetje buitenkant. Dit komt een beetje onhandig uit, want alles komt op één plek. Dan zie je niet zo mooi wat daar gebeurt, maar ja, je kan ook dit als eerste schets maken en dan maak je een tweede als het niet zo goed gelukt is. En dan gaan we hier weer overheen gaan met de C5 aan de contour. Alleen de buitencontour. De interne lijnen trekken we nooit over. Oké. En dan pakken we hier weer de C3. En dan maken we hier een reflectie. Eigenlijk doen we hetzelfde wat we hier hebben gedaan. Alleen tekenen we in de perspectief 3D aanzicht. Oké, en dan gaat het die kant ergens door. Dit is een beetje
moeilijk en zitten we hier een dunne reflectie aan de bovenkant, dikke reflectie aan de onderkant. That's the idea. En dan hier gaan we, ga ik nu proberen niet tot de rand gaan. Zetten we ook hier een dunnere, want anders is het leeg daar. En dan nog hier rondom een beetje. En dan zitten we vanaf deze kant, die kant een beetje overgang. Ja, je mag niet grote oppervlakken grijs, want dan krijg je een grote grijze ding, maar je wil altijd een mooie overgang. Dus ook als je hebt een vlak, je wil een mooie belichting die diepte geeft. Ja, dus hier is het donkerder, daar is het lichter, hier is het donker, daar is het licht. Maar niet dat de hele ding hetzelfde kleur geeft, ja. Want dan, ja, dan heb je een hele saaie schets. En heel plat, ja. En zetten we hier alleen maar onder een beetje schaduw. Mooi. En dit was eigenlijk nog laag 1. En de idee is dat we met twee lagen werken. Dus in de donker zetten we, en bijvoorbeeld dit wordt een medium. En zetten we aan deze kant een extra donkere lijn in. En hier ook. En in de brede schaduw zet je een tweede schaduw. Ja, moet niet alles perfect doorlopen, want dat gebeurt ook niet in de werkelijkheid. En dan heb je een beetje die vorm, ja. Stel voor dat we trekken deze door tot hier, dan zou hier een D-lijn kunnen komen. Ja, dus deze hele achterste kant wordt één onderdeel. Dan ziet er een beetje, niet dat elk onderdeel over afloopt waar de vorm afloopt, maar een beetje doorloopt. En daarna zet je de D-lijn een beetje verder. Dat maakt de ontwerp vaak veel interessanter. En nog de snoer doortrekken. Yep. Oké. Okay. Ja, nou, en dan dit is ook een mooie versie van, zie je hier, de 2D zijaanzicht met 3D belichting. En hier zie je dan hoe je naar de perspectief kan bewegen. Oké, laten we dan verder gaan en kijken naar andere vormen, wat ik persoonlijk ook altijd graag wil zien. Stel je voor dat die droomschuurmachine is eigenlijk niet anders is dan een mooie schuurblokje. En stel je voor dat de onderkant zo gewoon een beetje losstaan en trillen. Deze ook een superleuke product zijn, dus daar heb je eigenlijk iets heel simpels, want je hebt het blokmodel. Je moet het blokmodel alleen maar inkleuren. Ja? Dan gaan we weer eerst met die C5 puntencontour traceren. En alleen hiermee dat je hebt hier een verschil tussen de lijndieptes, krijg je al een mooie beleving van. Omdat het een beetje volume gaat krijgen. En dan zetten we hier een beetje schaduw daaronder. Want hier begint de onderkant. En bij vierkante vormen. Dat zie je ook in mijn boek. Kan je daar een stukje over lezen. The Exceptional Simple Theory of Sketching. Dan kan je gewoon hier een overgang maken. Want je zegt boven is het donker, beneden is het licht. En dan vanaf hier maken we een beetje die kant een overgang. En daar vanaf die kant. En dan heb je een beetje mooier 3D beleving, dan zet ik weer een schaduw daaronder. Dus dit zou ook een super toffe scheurmachine zijn. Ja, nou dan moet ergens vandaan een snoertje loskomen, dus dat teken ik er nog bij, om een beetje eerlijk te zijn. Ja, dat zou ook op accu kunnen draaien, maar ja, scheurmachines gebruiken een beetje veel stroom. Dus dat is misschien iets wat in praktijk niet zo goed zou werken. Ja, maar als je niet zo heel veel wil schuren met vervangbare batterijen of zoiets, zou dat best kunnen werken, ja? En als je dat een beetje saai vindt, dan zou je kunnen bedenken dat we gaan hier een leuke verdeling maken van, wat zou een leuke verdeling zijn? Ik ga het zo verdelen. Een beetje van het product.
En als je wil dat het echt eruit ziet als een koppeling, dan pak je bijvoorbeeld je C3 en ga je de ene kant, de schaduwkant, laten we zeggen dat licht komt daar vandaan een beetje, hier, naast de rand doortrekken, dan heb je meteen het gevoel dat je hebt daar een koppeling van materialen in elkaar. Ga je kijken of dat het met de 5 doet, of dat het beter wordt of slechter. Nou, dat is eigenlijk nog beter geworden. Dan heb je meteen het gevoel dat daar een verbinding is, ja? En als je wil eigenlijk dat de een is lichter, de ander is donkerder, dan kunnen we nog een paar extra laagjes overheen zetten. Yep. Oké. Maar ik maak dit toch een beetje licht. Dus maak ik het niet helemaal donker. Dat werkt ook niet zo goed. Wel een beetje meer. Ja, en dan heb je zo'n mooie apparaatje. Ja? Nou, sommige mensen houden van rechte vormen. Dan kan je voorstellen, ga ik eerst een zij-aanzicht maken weer. Hier is onze apparaat. Kijk bijvoorbeeld aan de bovenkant. En dit wordt dan de schuurschijf. Ik ga vandaag allemaal schuurmachines maken. Maar ja, het zou ook een andere gereedschap zijn wat in de handen van mensen past. Ja, en dan laten we bedenken een mooie verdeling, want het is een heel simpele vorm, wil je ook niet te saai maken. Maar ik ga ook nog een beginsel, dus later kan je de vorm ook verrijken als je begrijpt hoe dat gaat. En dan stel je voor dat dit wordt dan de schijf. En die heeft een beetje zachte overgang. En, het belangrijke is dat je gaat nooit saaie vlakken maken, maar probeer je zeggen, nou de licht komt duidelijk van rechts of links. En dan ga je een mooie overgang maken. Oh, dit is een beetje is een donkere schijf daartussen. En hier maken we één brede reflectie aan de ene kant. En een dunne reflectie aan de andere kant. Omdat het niet saai wil, zit hier nog een tweede dunne lijntje daarnaast. Dat maakt het een beetje levendiger. En ik ben vergeten, de eerste stap wat ik altijd zeg, is met de C5 marker de buitencontour te traceren. Oké, ja. En dan hier komt nog een deellijn. Zetten we zo, ja. Hier kan ik ook zeggen dat de onderkant wordt een beetje donkerder, ja? En dan moet ergens nog een elektriciteitskabel aan of zo. Tenminste, ook als dit zo'n schaduwtje onder zetten, kunnen we een zullen. Oké, we hadden hier een klein beetje foutje, want zonder dat ik het heb gemerkt, de geheugenkaart was vol. Dus een stukje gemist, maar schetsen gaat over vlot tekenen. Dus gaan we dan heel snel, heel vlot, even opnieuw beginnen. Want nog wat je heel vaak hebt als je gaat schetsen, dat het gaat opeens helemaal mis. En dan veel mensen proberen het eindeloos proberen te repareren, de mislukte tekening. Maar wat je moet leren als goede ontwerper, dat je gaat lachend de mislukte tekening in de prullenbak gooien en opnieuw beginnen. Want schetsen is vlotheid, dus dat betekent dat in no time kunnen we beter een nieuwe tekening maken dan de oude mislukte tekening proberen te repareren. Ja? Dan, maar in ons geval is het niet op die manier misgegaan.
Goed, pakken we nog een pakketje. Dus zetten we hier onder de schaduw. Ik weet niet of dat ik heb gedaan in de vorige film. Hop. Zo, oké. En dan, dit is een abstract schaduwtje hier. En dan gaan we met de C5 om de randen heen. We draaien altijd het papier zo dat we comfortabel kunnen schetsen. Dat het lekker ligt voor de polsgewrichten. Oké, dan hadden we hier nog zo'n stukje donker daar. En dit is een donkere stuk, dus dat mag ook een beetje doorlopen. Dan gaan we met de C3 aan de ene kant. Hier een soort van ronding simuleren, suggereren zou ik zeggen. En dan hier komt een dikke reflectie die de oppervlak volgt. Ja, gaat niet tot de rand, daar hadden we altijd een beetje luchtje, dan ziet er veel mooier uit. En de overkant zetten we een dunne reflectie die de oppervlak volgt. Je kan het een beetje doorlopen, want het is in de schaduw. En dan om dit niet zo stereo te houden, zetten we hier nog een heel dunne tweede lijn bij. Dat het meer lijkt op een random echte reflectie. Heel mooi. En dan zetten we nog hier in het donker nog een nog donkerdere reflectie in de donkere reflectie. Hup, zo. En hier kan ook eventueel een tweede lijntje bij, zo. Ja, oké, prachtig. Ja, en we hadden nog hier een randje, want dit is een koppelingstuk en dan koppeling van twee schaalonderdelen. Dus gaan we dan daar hier boven een lichtje zetten, een schaduwtje zetten, dan is het perfect, ja. En toen dacht ik, nou, dit is een ronde apparaat zijn, maar wie je toch op een ronde apparaat ergens meer steunt, dan zouden we toch een handvat aan kunnen toevoegen of een paar punten waar je jouw steun kan gebruiken. En dan bijvoorbeeld zo kunnen we meer constructielijnen inbouwen. Dat geeft een beetje meer intelligente uitstraling aan onze tekening. Ja, dan gaan we weer rond met de C5 aan de buitencontour. Dat is een beetje te ver gegaan. It goes. En dan hier ook. En de vlotheid zie je is belangrijker dan ik perfect de lijn volgt. Want zonder vlotheid zijn de lijnen niet strak genoeg. Want we hebben geen passers in onze handen ingebouwd en linealen. Yep. Oké. Dus hier komt een beetje bredere donkere onderkant, reflectie aan de onderkant en een dunne aan de bovenkant. Dat hadden we nu helemaal dun. En dan zetten we daarin nog een extra donkere. Ja, eigenlijk, kijk precies wat hier gebeurde: dat links een minder brede en rechts een bredere donkere reflectie. Hetzelfde gebeurt dan hier. Links en minder, een beetje rechts. En dan hier ook. Ja? Dus een beetje consequent zijn welke kant jij reflectie zet. En dan kunnen we nog een beetje zoiets. Nou, prachtig, ja? Nou, dit is dan de volgende stap. En dan gaan we hier ook een 3D-versie van maken. Of dat is ook 3D, want het is een zij-aanzicht. Maar driedimensioneel door de mooie inkleuring. We gaan eentje maken. In perspectief, ja. En dat betekent dat we gaan even. Stel je voor dat je hebt een model gemaakt van het stapelen van geometrische vormen. En dan moet ik nog hierover nadenken. Dan is het hier loopt het door. Ja, zoals ik het zei al eerder. Omdat je geen kunstenaar bent, we vinden het ook prima. Als je schermblokmodel fotografeert en ga je een beetje
scannen. Of nee, de foto hoef je niet meer te scannen. Ik bedoel traceren. En dan gaan we dat verder gebruiken. Ja, oké, dus dit wordt ongeveer die zoiets zo dan. Oh, dit loopt ook schuin. Ja, dan zie je ook dat ik kan eigenlijk altijd zo blijven corrigeren. Dit zou eigenlijk meer die kant moeten staan en dit die kant. En dan daarachter heb je ook een. Ja, en ik kan met de pen een beetje licht opschetsen. Want dit zou ook schuin moeten lopen. Hè? Ja. Het is de nadeel van online lesgeven. Er is niemand die op mij roept. Hey meneer, waar bent u mee bezig? Dit is niet de bedoeling. Oké, nou zoiets. Dat dit zo eigenlijk de kubusmodel kunnen zijn. En dan gaan we hier een ovaal intekenen. En niet te veel proberen uit te meten waar het komt. Want dan heb je weer een lelijke rij. Gewoon een beetje roerende beweging. Dan zet je die pen gewoon neer. En dan hier ook weer een keertje. En dan doen we hier boven ergens nog een smallere ovaal. En dit hele ding moet dan zo lopen. Ik heb het een beetje lager gemaakt, want ik was zo slim geweest dat het past niet zo goed op de papier. Bij mij in ieder geval. Laten we dit dan die kant binnenbrengen. En dan gaan we hier een beetje frauderen met de lijnen. Oké, dat loopt daar onderdoor. Zoiets. En dan maken we hier een beetje ovale koppelingstuk en hier afronden. Maar dit hebben we ook zo gemaakt dat eigenlijk hier breder zou moeten zijn. Je ziet dat je kan best rommelig doen. En als het hele grote chaos wordt, dan kan je achteraf altijd opnieuw tekenen. Maar ik vind eigenlijk altijd leuk als een tekening vol zit met een beetje zoekende constructielijnen, noem ik het ook altijd. Oké, en dan nu gaan we met C5 even overtrekkende lijnen. Ik ga bewust een beetje nog verder corrigeren met de vilstift. De lijnen die niet helemaal zo lopen zoals ik het wil. En dan loopt het daar in, hier loopt het daar uit. En dan gaan we daar terug, weer omhoog, onderdoor een beetje. Ja, en de externe contourlijnen gaan we op die manier accentueren. Ja, ik ga hier niet door en daar niet door. Want dat is niet de bedoeling. Of eigenlijk wel, want dit ligt eigenlijk heel erg achter. En dan kunnen we uitzondering maken. Dan ziet het misschien toch een beetje leuk uit. Maar daar dan helemaal niet. Ja, en dan pakken we hier. Gaan we weer naar de C3 pen. En gaan we hier de schijf een beetje schijfachtig maken. Ja, oké. Dan hieronder wordt het helemaal donker. Die doen we dan met de C5. Want dat is de koppelstukje. En dan hier gaat het ook een beetje op die manier. En nu gaan we eigenlijk hetzelfde wat we hier hebben gedaan. Alleen een beetje een andere vorm toevoegen. De reflecties. Ja. Dit wordt een bredere reflectie aan de ene kant. Dat een beetje rechter. Een dunnere reflectie aan de andere kant. Oké. Hey. Ik ben hier over die hand wat heen gegaan. Nou, dat was niet zo slim. Maar we laten het even zo. En dan zetten we daar nog een donkere reflectie in. Oké. En dan hier hebben we ook nog een koppelstuk. Dus dit is de 3D, is eigenlijk een beetje andere verhoudingen. En dat zou ik eigenlijk nog een keer anders kunnen tekenen. Niet doen. Daar hadden we eigenlijk een veel plattere bovenkant ook. En dan gaan we hier de 3 een brede en een dunne reflectie zetten. Ja.
weer opletten dat we niet helemaal tot de rand gaan, maar net daarboven een beetje ophouden. En dan zetten we hier de donkere nog daarin. En daar de donkere ook nog een keer. En ja, hoe we hier dan iets van schaduwachtige iets daaronder kunnen doen, dan pak ik hier toch die C8. Gaan we kijken of dat ik iets van kan maken. Een beetje op een abstract iets lijkt, ja? Nou, en dan hebben we hier weer een best mooie tekening. Kunnen we nog een beetje constructielijnen weer accentueren. Daardoor krijg je weer een gevoel een beetje dat het een beetje strakker en nauwkeuriger is. Oké, ja? Nou, dit is dan de 3D-versie, of beter gezegd de perspectiefversie van de volgende ontwerp. Nou, dan gaan we weer een beetje vierkante apparaat tekenen, omdat er allemaal meer apparaten met veel afrondingen. En eigenlijk, zoals ik zei, volgens mij de ultieme schuurmachine zou helemaal vierkant moeten zijn eigenlijk. Dat hangt vanaf, want soms heb je voor de hoeken iets nodig wat een driehoekig puntje heeft. Maar in het algemeen zou het best mooi zijn om zo'n strakke iets te creëren. En dan zetten we hier een beetje overgang. Dan maken we hier een dunnere stuk. Dat de bovenkant lijkt een beetje te zweven. Die moet een beetje lager, oké. Maar verder kunnen we dat helemaal hoekig maken. En dan bijvoorbeeld de aan-uitknop zou ook hier helemaal ingebouwd kunnen zijn. En als je wilt dat het echt als aan-uitknop ziet, dan ga je hier net een beetje los. Zie je? En dan heb je het gevoel dat hij daar inderdaad een beetje kan veren. Maar eigenlijk niet zo dan een super strakke apparaat kunnen zijn. Dan zetten we hier nog een aansluiting voor een elektriciteitssnoer of een afzuigslang. Eigenlijk vind ik ook zo gek dat af en toe kan je een super dikke stofzuiger buis opzetten, terwijl de stof die je opzuigt is heel dun, dus je zou ook gewoon een opzetstukje kunnen maken van een buisje van 1 centimeter maar, en dan zou je een veel flexibeler afzuiging kunnen maken. Dus misschien zou het goed zijn ook een beetje, maak je zo'n 1 centimeter dikke buis waar ook de elektriciteit doorheen gaat en de stof zou afgezogen kunnen worden, ja? En zo'n ronde buis kan je echt zo simpel inkleuren eigenlijk. En de hoeken houden we juist heel scherp, want vaak ben je juist net bij hoek in. Ja, maar wat we willen hier is een contrast te creëren. Dus willen we hier dat je ziet dat het een bruik is, en daarom maken we zo de belichting, dat het hier donker daar ligt, daar donker hier ligt. Dat je hier zo veel meer mogelijke lichtcontrast, ja? En dan doen we hier ook hetzelfde eigenlijk. Dat we maken het hier donker. Laten we daar overgaan naar het licht. Zo. En de andere kant vanaf hier donker en die kant lichter. En dan is ook ervoor dat het hier een beetje contrast komt. Ja? En hier zetten we daar alleen daar een beetje donkerder stuk. Daarmee maken we hier ook een contrast. Dus als ik aan de voorkant donker maak, dan wordt het hier, heb ik geen contrast. Als ik hier donker maak, ook niet. Eigenlijk dit is altijd het best werkt, ja? En dit is, dan gaan we nog hier overtekenen. Deze hele bovenkant zou daar ook een beetje schaduw op kunnen werpen, ja?
Nou, wat ik nog graag wil, want dit is heel donker daaronder, om dit echt flink donkerder te maken. Dat je ziet dat die bovenkant mooi loskomt. Hier de voorkant kunnen we nog net een beetje tintje zetten. En daar ook de schaduw een beetje accentueren. Ja? We helemaal hebben vergeten om de contouren met een C5 om te trekken. Hoera. Nou, heel mooi. Zetten we hier nog een donker stukje bij. Oké, en dan hier in de kun je ook een beetje extra donker maken. En daar heb je een kiertje eigenlijk tot aan met de rand, ja? En op die manier hebben we een prachtige vierkante super strakke scheurmachine getekend. Ja, en hier zou ik nog ergens hele leuke dingen kunnen verzinnen van waar je extra steun op kan zetten of verstelbare greep of zo, greep of zoiets. Ja. Nou, wacht, en hierachter hebben we nog een gaatje, die moet nog daar een beetje verder door. Oké. Oké, laten we nog een tekening maken. En deze keer een boormachine bijvoorbeeld. En die heeft dan een andere soort van vorm. Maar eigenlijk, je ziet dat het verhaal is. Meestal min of meer hetzelfde. Stel je voor dat dit is een beetje het kubusmodel van de boormachine. En dan zou eigenlijk een beetje lager moeten zijn. En gaan we zo in 2D eerst opbouwen, ja? En aan de zijkant, zijaanzicht, ja? En dan doen we een beetje hetzelfde verhaal. Eerst gaan we bedenken een beetje over hoe deze vorm zou kunnen overlopen. En dan maken we de achterkant ook een beetje zo. En dan die zie je heel vaak, maken we een beetje dynamische verdeling. En dan hier komt een tweede onderdeel. En dan komt hier de boorkop. En dan gaan we hier en daar een beetje afronding toevoegen. Weer in het midden een paar extra constructielijn. Dat het een beetje intelligenter eruit ziet. En dan hier heb je vaak bij zo'n boormachine een soort van patroon van duikjes. Dat het een beetje meer grip geeft. Oké. Ja. En hier aan de achterkant kan je eventueel wat ventilatiegaatjes zetten of wat je wil. Ja, het gaat om de schets nu bij mij, niet zozeer om het ontwerp, want dan zou ik een beetje langer moeten nadenken. En dan hier hebben we de knoppie. Ja. En oh mijn god, die C8 is behoorlijk aan het lekken. Dat zetten we een beetje aan de zijkant. Dus eerst gaan we weer de C5 pakken. En gaan we een beetje langs de randen. En dan de buitencontour. Alleen de buitencontour accentueren. Wat zei ik? C8, ik bedoel de C5. Oké. En daarna gaan we hier met de C3 aan de slag. En dit wordt een beetje vlak, dus houden we een beetje bredere reflectie aan deze kant. En die is helemaal lang, dus die kan het zo een beetje doorlopen. En vanaf de bovenkant loopt het precies anders. Dus dan de onderkant. Jezelf zo'n brede reflectie maken dat het helemaal tot de zijkant, tot de helft, een tintje donkerder wordt. En dan zetten we hier aan de bovenkant een dunnere reflectielijn. Nou, hier hebben we niet zo heel veel ruimte meer. Dus dan doen we maar net iets. Oké. Heel mooi, dan gaan we nu
in de donker nog een extra donker reflectie maken. En eigenlijk hier in principe moet deze grijs daarin lopen. Ja, ik weet niet of dat het een beetje werkt op die manier. En dan gaan we hier donkerder reflectie in de donkerder zetten met de 5. Ja. En dan dit wordt dan weer een beetje meer. Zo. En dan het tweede dunne lijntje, dat het niet zo steriel eruit ziet. Ja, en zo kun je voorstellen dat die voorkant is een donkerder materiaal. Dus maken we eigenlijk de hele kant, de C3, een beetje donkerder. Dan houden we daar maar een beetje lichte reflectie. En dan zetten we ook een puntje. En hier bij de grip zetten we, wat is dat, die patroon die een beetje zo voor extra grip. Daar zetten we een beetje donkere kleurtjes in, ja. En ja, nou, dan hebben we hier een mooi concept van een boormachine. Oké, kunnen we ook een beetje abstracte schade daaronder zetten. En dan moeten we dit proberen nu weer in perspectief te zetten, ja. Oeh. En dan ja, we gaan we beginnen en als het misgaat, dan gaan we corrigeren. Ja, dus maken we niet te veel druk over. En stel je voor dat dit is dan die schuimmodel van de productarchitectuur. Dan gaat het hier verder omhoog. Ik hoop dat we een beetje op de papier passen. Want ik teken eigenlijk een beetje op te klein formaat. Ik teken op A4. Eigenlijk dit soort tekeningen zijn beter om op een A3 papier te beginnen. Hier gaan we een beetje met de ene tekening door de andere heen. Maar ja, dat zie je ook heel vaak. Ik ga een beetje inkorten misschien hier. Dat het niet per se een grote probleem zou moeten zijn. En dan hier wordt het een beetje dunner. Oké, dus dit is dan een beetje de kubus opzet. Dat is een beetje kantend naar voren. Dus proberen we net een beetje de lijnen zo zetten. Ja, oké. En dan gaan we hier een beetje afronden, de onderkant in ieder geval. En die loopt een beetje terug ook. Dus dan zo daar ook, hier ook een beetje afronding. En dan hier gaan we over naar een min of meer ronde vorm. Die wel een beetje smaller kan zijn. Of toch een beetje ovaal. En dan hier zit een drukknop op. Ergens. En dan dit wordt dan helemaal rond hier. Zetten we dan 3 ovalen. Loopt een beetje terug. Die kant, die kant. En hier is een deellijn. Die zo schuin loopt. Oké. Dat komt een beetje anders uit. Maar dat gaan we nu niet te moeilijk over doen. Daar is de kop. Dan hier hebben we een soort van voorkant. Oké. En dit loopt ergens tot hier. Gaan we dan daar nog een keer verdelen, ja? En dit is een beetje ook een soort van onderzoeksschets. Dus als je dat achteraf een beetje netter wil, dan kan het ook nog getekend worden. Maar voor eerste instantie is het prima zoals het is. En dan een beetje zo, terug, naar voren, hier doorheen. Die kant. Hier gaan we naar beneden. Daar gaan we terug. Ja, alleen
de buitenlijnen, ja? Dus intercontourlijnen gaan we nog niet overtrekken. Ja, hier achteraf hadden we toch hier nog een lijntje kunnen zetten voor een... Het is een D-lijn. Waar twee materialen elkaar ontmoeten, ja? En dan hier hebben we een heel mooie afgeronde hoek. En bij afgeronde hoeken is het belangrijk dat je afgerondingen een beetje laat gloeien. Dus dat betekent dat we zetten daar een beetje licht in. En vanaf die kant gaat... Zo, ja. Dus bij één kleuren moet hier altijd een beetje donker zijn. Ja, dan kunnen we daar een tweede tunnel lijntje zetten als we dat te steriel voelen. En deze reflectie zou dan die kant verder moeten gaan. Ja. Dus dan doen we dat ook. Als je zo'n dynamische lijnen doet, dan kan je een mooie soort van fade out maken. Oké, zoiets. Heel snel. Hup, 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 hup. En dan zetten we er dan nog een keer dat het een beetje recht netjes loopt. Mooi. En dan loopt hier eigenlijk bij ons een brede donkere reflectie door de hele product heen. Hier laten we weer een beetje licht, want daar is ook een afronding, dat is te begroeten. En hier zetten we een dunnere reflectielijntje op. Oké, en die kan zo lopen eventueel. En dan vanaf hier komt een heel brede donkere reflectie. Die kant, en die gaat over eigenlijk... En die lijn en hier een dunnere, dat het niet heel leeg eruit ziet aan de bovenkant, ja. Dan zetten we hier nog een tweede dunne lijntje bij. En daarna zetten we hier deze, oh, mijn god, C8. Nou, dit ga ik niet moeten doen, verkeerd gepakt. Gaan we een beetje proberen. Zo te doen. Nou, het is een beetje dramatisch, maar ja, kan een product design een beetje drama wel eens gebeuren. En dan draaien we om en hier de D-lijn gaan we een beetje accentueren met de C5. En die tuk daar. En daar. Oké. En we zeiden dat deze hele voorkant ook een ander materiaal is. Dat betekent dat we daar ook een beetje van moeten. Dus maken we hier de hele ding eigenlijk net donkerder. Zodat we er alleen maar hier een dunne lichte reflectie houden. Dan zie je dat het een beetje donkerder materiaal is. En hierachter moeten nog een paar ventilatiegaten komen. De koeling van de motor. Oké. Yep. En dan zetten we hier aan de onderkant een beetje schaduw. Ja, als je hebt geen C5, je kan ook eigenlijk, of C8, kan je met de C5 ook een beetje abstractere schaduw daaronder zetten. Nou, het is een beetje lomp, een beetje dik, maar voor de eerste poging is het niet zo erg. En dan zie je eigenlijk, daarom in 2D is het altijd makkelijker. En dan heb je eigenlijk een veel mooiere tekening. Veel minder moeite. En zo kan het ook. Ja?